En het Gouden Kalf voor de beste korte film gaat naar... See Me van Patty Sanger en Yvonne Kruse. Nou, jongens, wat een enorm wonder is dit. Want wij wisten eigenlijk tot 2 maanden terug nog niet precies zeker of het nou echt wel een goede film was. We hebben daar heel erg lang aan lopen klooien. Er zijn onzekere wrakken. En nou staat hij daar zomaar. Dus nou, zullen we iets over zeggen? Ik moet even mijn bril opzetten natuurlijk, want dan zie ik helemaal niks. Maar nou, we zijn in ieder geval heel blij dat we hier ook mogen zijn, hè? In verband met corona natuurlijk. En See Me is een animatie. Jullie hebben een klein beetje er al van gezien. En daarin kijken we door de ogen van een klein meisje wat op een feestje is. En niemand merkt haar op. Dat ik onderbreek, maar ik krijg te horen dat we meer uit elkaar gaan. Ja, we gaan meer uit elkaar. Oh, ja. Ja. Je mag zo. Ja, excuseer, ga verder. In ieder geval, niemand ziet dat kleine meisje totdat ze denken dat ze dood is. Nou, kijk, het lijkt natuurlijk of kinderen tegenwoordig absoluut het middelpunt zijn van de wereld. Maar toen ik laatst langs zo'n hele mooie design speeltuin liep, toen zag ik daar allemaal vaders en moeders in zo'n rijtje zitten en die kindertjes allemaal leuk spelen. En iedereen keek op zijn iPhone. Echt waar. Ik heb een tijdje staan wachten en ze deden het allemaal. En niemand keek naar die kinderen. Dus er is eigenlijk niks veranderd met de tijd dat wij... Nou ja, in onze tijd waren kinderen toch, ja, waren alleen maar lastig eigenlijk natuurlijk. Nou, Yvonne, mogen wij iets zeggen over de vorm? Nou, cut-out en animatie is een heel moeilijk Yvonne. Ja. Zo hebben we samengewerkt, dat ging tegen de tijd. See Me is een combinatie van cut-out en 3D-animatie. Leuk bedacht, maar het was een onmogelijke combinatie. Het bleek helemaal niet te kunnen. Bij de eerste viewing barsten we bijna in tranen uit. En de filmfonds ook. Het is mede gelukt door de mannen van Happy Ship. Bastiaan Hoijmeijer, die het moest aanhoren dat alles anders moest. De stagiaires, de geweldige dames van Family Affair. Dames van Family Affair film. Maar ik nog even mijn dochter wil noemen. Chris Stenger, dat is mijn dochter. Is ook talent dit jaar bij het filmfestival. Happy Ship, hebben we die genoemd? Hebben we die genoemd? Het filmfonds, de stimuleringsfonds, AFK. Voor de kunst. Oh, dat zijn we hier even vergeten. Nee. We moeten nog een creatieve industrie voor de kunst. Alle sponsors en vrienden. En natuurlijk de jury!